deze video. Vandaag ga ik laten zien wat we deze week allemaal eten. We zijn weer met z'n tweeën. Het is de laatste week. Volgende week komen mijn kindjes terug. Daar moet ik hartstikke veel zin in. Het afstellen voor mij is begonnen. Maar daar hebben we ook deze week weer wat minder boodschappen als normaal. Of eigenlijk de voorgaande weken. Omdat we met z'n tweeën zijn. Ik heb één avonddienst maar. Dus dat scheelt ook wel heel erg. En voor de rest best wel veel tijd eigenlijk deze week om wat bijzondere lunches. Of gewoon wat meer in boterham en salade mee te nemen naar mijn werk. Omdat ik maar 2 dagen op kantoor moet eten. De lunch. En voor de rest eet ik gewoon alle maaltijden gewoon lekker thuis. Dat is echt gewoon super. Vind je deze video zo leuk? Geef dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En dan ga ik laten zien wat we deze week allemaal gaan eten. Zoals je ziet is het uitgestrekt, maar niet heel erg veel. Je hebt hier het fruit. Appeltjes, aardbeidjes, mandarijntjes. Ik ga een keer een aardbeidtoetje maken omdat ik aardbei nodig heb. En dit zijn gewoon lekkere gezonde tussendoortjes. Ik heb een avocado nodig voor een lunchgerechtje. Onze blok kaas is bijna op. Dus ik heb een nieuwe geraspte kaas voor de lunch en een keer voor een avondgerecht. En natuurlijk kipfilet, tussendoortje, kalkoen. Gebruik een keer voor de lunch. Gebraden hartjes voor mijn vriend. Runderrookvlees is voor een lunchgerechtje en achterham ook. Dus daar kunnen we dan wat leuks mee doen. Tonijn is een keertje voor een tussendoortje. Champignonnetjes, cottage cheese. Ik heb er nog eentje, maar ik ben helemaal verslaafd aan. Voorheen vond ik het niet te nassen en nu vind ik dat zo lekker. Crème fraîche voor vanavond voor de pasta salade. We hebben een lekkere flinke bak met yoghurt. Het is echt een ideale, of echt kwark. Het is een ideaal ontbijt 's ochtends voor ik naar mijn werk moet. Want ik moet natuurlijk dan heel vroeg al gaan werken. Dus dan kan ik dit min of meer snel naar binnen schuiven. En dan heb ik toch een hele ochtend dat ik vol zit. We hebben weer drinken. Dit is Saskia water. 1 calorie per glas of zo. Een soort van frisdrank wat ik daarvoor gebruik. Even een keer spinazie. We hebben wat sla. Worteltjes, snijbonen. Heb ik de champignons al gezegd in de tonijn? Dat hebben we dus ook. We eten vanavond farfalle met kipspasta salade. Dat hebben we ook gehaald. Rozijnen voor in mijn kwark. Gemixte nootjes voor in mijn kwark als tussendoortje. Reps, omdat we dat als lunch gaan opeten. Risotto rijst, omdat we een keer risotto gaan eten. Een grote bak shawarma. Een keer voor de lunch en een keer voor een avond. Kip voor vanavond en voor nog een keer een avond. Aardappeltjes, want die had ik niet meer. Hawaii, pizza Hawaii. Op het moment dat ik naar mijn werk ga, eet ik de leftover pasta kipsalade. En dan kan mijn vriend de pizza opwarmen als hij niks anders bedenkt. De garnalen bij de risotto en ananas die zijn dan voor vanavond. Ze hadden niet meer ananas in blik of verse ananas, dus deze is het geworden. En dan hebben we nog mosterd, want die is op en de agurk als tussendoortje. Dus al met al heel veel gevarieerd lunches en snackjes en avondeten eigenlijk. Ja, is dit alles wat we in een week tijd gaan oppeuzelen. Dat was het weer voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. In de beschrijving onderin laat ik altijd weten wat wij per dag als avondeten eten. En de snacksopties die ik voor deze week heb, zodat je lekker gevarieerd kan eten. Dus kijk er ook even naar als je wat inspiratie nodig hebt. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en deze video een duimpje omhoog te geven. En dan zie ik jullie volgende keer. Doei!